Goedemiddag, we zijn hier op het terrein van Tolbert voor de Fokdag van Groningen-Drenthe combinatie. Veel opgaven, we hadden 4 banen, we hadden goede veulens, met name goede veulens van Olbrand, die waren wel 6 eerste premies, lichtvoetige veulens. 3 eerste premies bij de Twenters, paarden met een goed statuur en goede beweging en kwaliteit. Bij de 3-jarigen was de kwaliteit breed vertegenwoordigd, maar 1 eerste premie. Bij de oudere paarden waren de 7-jaar en oudere medders vielen op door duurzaamheid. Daar hebben we 5 eerste premies kunnen geven. De kampioen werd Twenter nummer 66. Die enorm vonger, die heel mooi kon lopen, heel goed opgericht front heeft, goed in het type staat, lange hals heeft en een heel krachtig achterbeen. De reservekampioen werd nummer 94. Een Hessel, die heel mooi in het type staat, zo goed stapt, maar in de draf nog wat meer kracht zal ontwikkelen. De Fokvereniging feliciteert met dit mooie terrein, waar ook heel veel concourspaarden aanwezig waren.